Goeiedag, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta op het punt om de deur uit te gaan samen met Liam en Sila, omdat wij een koffiezetapparaat nodig hebben. Lekker voor thuis, dat we als we 's ochtends koffie willen drinken, dat we het thuis gewoon kunnen zetten. In plaats van dat we eerst nog helemaal naar buiten gaan. Er gaat al zoveel tijd overheen. Dus wij gaan op zoek naar een koffiezetapparaat. Daarna ga ik even boodschapjes doen, want ik ga vanavond lekker macaroni maken. En daarna komen we naar huis. En dan gaat Liam lekker fruit eten en naar bed. En Sila gaat dan naar de training. Wij zijn aangekomen bij de winkel Extra. En ik hoop dat we hier een koffiezetapparaat kunnen vinden. Ik neem jullie gewoon mee. Wij zijn dus aan het kijken voor koffiezetapparaten. En Sila die heeft zijn ogen natuurlijk weer laten vallen. Het allerduurste. Maar goed, ik zeg, dit zijn hele leuke apparaten. Ik wil ook wel zoiets. Maar ik vind dit sowieso te groot, Siel. Wat? Ja, ik ben aan het filmen, ja. Dit is echt... Weet je wat je aan het doen was? Ruzie aan het maken met dat ding. Dit is hoe je ziet hoe die mensen altijd bezig zijn. Ja, oké. Okay. Ja, maar kijk hoe schattig deze is. Ik heb dus ook een hele andere schattige gezien. Kijk dan hoe leuk. Kijk, zwart. Oké, zwart staat dan niet bij onze keuken. Maar deze vind ik echt schattig klein. En we hebben al heel weinig ruimte in de keuken. En dit is ook gewoon een prima prijs. Dan kom je op €250 of zo, toch? Of ja, meer? Kan wel zoiets. Nou, dan heb je ook alles. Heb je zelfs een veel mooier... Kijk hoe mooie stamper. Het is toch veel mooier dan die van daarnet. We moeten alleen uitleg krijgen hoe dit werkt. Want ik weet echt niet hoe dit werkt. Weet jij het wel? Ja, je moet sowieso vragen of je cappuccino kan maken. Oh ja. Er loopt wel iemand rond. Dus misschien kunnen we hem roepen. Sila die wilde heel graag deze. Maar we hebben toch nog even iets verder gekeken. Omdat ik deze best wel prijzig vond. En... hoe sta jij erbij, Liam? Wat is er? Wat is er? Wat zie je? Wilt hij ook kiezen? Welke? Ja, hij wil ook kiezen. Dus nu hebben we voor deze gekozen. Lekker Nederlands. Voor, ja, inderdaad. Philips, Nederlands merk. En deze kan espresso, cappuccino maken. Ja. Zitten we, qua prijs zitten we er ook een beetje tussenin. Ja, super blij mee. En wij zijn weer thuis en dit is de koffiezetapparaat die we gekocht hebben van het merk Philips 2200 series. Deze maakt lekkere cappuccino's, espresso ook. Dus dat is precies wat wij drinken. Stila drinkt af en toe een espresso als hij echt heel moe is. Maar we drinken voornamelijk cappuccino, dus dat was deze perfect voor ons. Ja, super blij mee en ik denk dat we morgen pas gaan installeren. Want vanavond heb ik eigenlijk geen tijd. Sila gaat zo de deur uit. En ik ga vanavond naar de kapper. Ik ben maar aan het klaarmaken zoals jullie zien. Ik heb zo dus een afspraak bij de kapper. Want ik ga eindelijk weer eens een keer mijn haar knippen. Ik wilde dit ook echt in Nederland doen. Maar elke keer kwam er iets tussen. En de krullenkappers zaten allemaal vol. Want ik wilde eigenlijk best wel op korte termijn. Maar goed, mijn fout natuurlijk. Dus ik ga me klaarmaken nu. Ik ben al bezig met mijn make-up. Dus ja, ik heb er super veel zin in om naar de kapper te gaan. Kijk, want het is gewoon super lang. En ja, ik moet zeggen, ik weet niet of ik tevreden ga zijn. Ik ben eigenlijk bijna nooit tevreden. Ik ben één keer tevreden geweest en was bij een krullenkapper in Rotterdam. Ik ben even haar naam kwijt. Ik had ook geprobeerd een afspraak nog bij haar te maken, maar ze zat helemaal vol, helaas. Maar goed, kijk, ik hou gewoon heel erg van mooie krullen. Mooi gedefinieerd. Dus dat is dit zo. Zeg maar. Maar het is altijd bij mij dat ik naar een salon ga. Dan is het of lelijk geknipt, of gewoon niet goed geknipt. Of ze hebben niet naar mijn wensen geluisterd. Want ik hou dus van volume en dat je gewoon, ja, pluisvrij is. Nou heb ik net mijn haar gedaan, maar dit is mijn haar die ik zelf heb gedaan. Dus niet geknipt, alleen gesteld. Van 3 dagen geleden. Ik heb 3 dagen geleden mijn haar gedaan. Ik heb net weer even nat gemaakt, producten in gedaan en dan zit het gewoon goed. Maar ik hou van volume en ik heb dat heel vaak aangegeven. En dan, ja, ik weet het niet. Of het komt misschien door de producten die ze gebruiken of...
verkeerd knippen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. En ze hebben, ik ben ook een keer naar een krullenkapper geweest in Den Haag. Ik weet echt niet hoe ze heet. En die had het zo kort geknipt, echt tot hier. Dat was weer te overdreven. Dus ik ben eigenlijk nooit tevreden, alsof ze gewoon niet naar mij luisteren. Je zou bijna denken, ik ga hem, je weet er zoveel over. Waarom word je geen krullenkapper? Nee, mij niet gezien. Dat is echt niks voor mij. Maar wat ik wel heel leuk vind, is opmaken. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Sila is over een klein 10 minuten thuis en dan gaat hij even eten. En dan moet hij mij alweer bijna afzetten. Even kijken wat Liam aan het doen is, want die zit lekker naar juf Roos te luisteren. Zijn favoriete YouTuber op dit moment. Ja, het is niet zijn moeder, maar het is juf Roos. En ja, dus dat. Ik had trouwens vandaag macaroni gekookt. En Siel en ik, we hebben dus vanochtend boodschappen gedaan. Ja, vanmiddag eigenlijk. En toen zijn we er gewoon achter gekomen toen ik thuis kwam. Tenminste, ik ben er achter gekomen. Toen we thuis kwamen. Dat we helemaal geen gehakt hebben gehaald. Dat hadden we gewoon vergeten. Dus wij hebben gegeten zonder vlees. Nou, Siel en ik, wij waren dat op zich wel gewend. Want in Engeland aten wij dus een tijdje geen vlees. Ja. Echt niet. Ik gebruik trouwens de Professional Super Setter van Benefit. Ik ben super tevreden over deze. En ik gebruik hem echt bij alle kwasten wel. Of pafjes. Dat dept het makkelijker. En ja, is wel fijn. Nou, ik ga hem in ieder geval klaarmaken. Zoals ik al zei, ik heb dus 10 minuutjes. Om mezelf helemaal klaar te maken voordat Siel er is. Hij gaat dan nog wel eten. Maar dan kan ik mezelf klaarmaken en Liam klaarmaken. Jullie zie ik zo. Dus een van deze blusjes opdoen. Ik denk dat ik vandaag voor deze ga. En mengen met deze. Yes. Wilde ik even laten zien. Deze heb ik ook in mijn volgende vlog aan jullie laten zien. Wij zijn onderweg naar de salon. Chic Salon heet het. Ik heb er super veel zin in. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ik probeer jullie mee te nemen. Maar goed, het is een vrouwensalon. En die vrouwen die hier dan werken, de kapsters, die dragen normaal niet de hoofddoek. Dus ze kunnen sowieso niet op beeld. Dus ik ga kijken wat mogelijk is. Wij zijn aangekomen bij Chic Salon. Sila heeft me net met Liam afgezet. Het is 28 over. Ja, zeg ik goed. En ik moet daar half zijn. Dus ik ga gewoon naar binnen toe. Ik ben aan het wachten tot ik aan de beurt ben. Ik moest even wachten. En ik ben zo aan de beurt, zeiden ze. Dus ik ben benieuwd. Ik wacht gewoon rustig af. Nou, we zijn druk bezig met mijn haar knippen. Ze doet het dus nat maken en dan knipt ze het. Niet hoe ik het wil, maar ik moet het maar gewoon accepteren, denk ik. Ik ben weer thuis. Ik heb dus mijn haar gedaan. Ze heeft het een beetje gefeund. Stel vind ik ook wel heel mooi staan. Maar ik ga dus, ik denk morgen of overmorgen echt mijn haar wassen. En dan ga ik checken wat het resultaat is. Ik heb het gevoel dat het qua lengte is het mooi. Dus de lengte heeft ze sowieso wel behouden. Daar ben ik ook wel duidelijk in geweest. De laagjes heeft ze erin gezet. Maar ik weet niet in hoeverre het mooi gaat zijn met de laagjes. Dus ik ga overmorgen denk ik... Morgen of overmorgen mijn haar weer feunen en krullen en wassen en doen. En dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Het was trouwens ook super goedkoop. Het was €6,50. En ik wil heel graag mijn haar verven. Naar lichtbruin, denk ik. En ik zag dus dat ze ook dus doen verven. Dus ik wil dus ook heel graag mijn haar verven, wat ik zei. Ik spring van hak op de tak. En ik zag dus ook dat ze manicure en pedicure aanbieden. Dus ik kan ze dan een appje sturen om een afspraak in te plannen. Dat ga ik ook echt doen. Ik denk dat ik gewoon de dag dat Sila dus zeg maar
wat later begint. Maar omdat hij nu geblesseerd is, moet hij wat eerder op de club zijn. Dus wellicht dat ik het zo kan inplannen dat als hij iets later naar de club moet, dat ik dan een afspraak inplan en dan gelijk alles in één keer doe. Dat is beter. Voor nu ben ik dus thuis. Zijn wij dus thuis? Correctie. Nu gaan we Lian iets te eten geven. Ik denk een boterhammetje en dan gaat hij lekker naar bed. Het is ook 11 uur. En dan heb ik nog even een uurtje met Siel. Dan gaan we lekker even kletsen. Even misschien wat drinken. Of ja, zien we dan wel weer. Wij zijn bezig met de koffiezetapparaat te installeren. Er zijn best wel wat stappen die je moet verrichten om, als je hem voor het eerst gebruikt. Dus we hadden Liam even op bed gelegd. Sila had al een beginnetje gemaakt. Ik heb Liam in bed gelegd. En nu zijn we dus wel via YouTube even een videootje. En die vertelt ons precies wat we moeten doen. Doorgaan totdat er geen bubbels komen. En dat betekent dan dat hij volgens mij vol zat zit. Ik ga mijn eerste cappuccino maken. Ah, hij komt eraan. Oeh. This is good. This is what I need. Proost, Siel, op onze eerste cappuccino en espresso zelf gemaakt. Wij zijn druk bezig geweest met die koffiezetapparaat. Oh, mijn haar, kijk hoe het eruit ziet. Uit alle kanten op. Maar goed, in ieder geval. Wij zijn dus klaar met het koffiezetapparaat. We wilden eigenlijk nog even wat drinken en wat eten. Maar het is al 12 uur en ik ben echt ontzettend moe. We zijn zo lang bezig geweest, echt een uur zeker. Dus ik denk dat ik me maar ga klaarmaken voor bed en dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. De correcte is trouwens echt heel goed. Ik heb hem gewoon weer gebruikt. Een goede dag. Het is alweer de volgende dag. Jullie zien het. Ja, ik zit nog in mijn bed. Tenminste, ik heb hem natuurlijk al lang al klaargemaakt. Zoals je ziet, ik heb nog wel lekker mijn thuispakje aan. Heerlijk. Die hou ik eigenlijk, heel de dag ga ik die ook eigenlijk aanhouden. Omdat ik lekker thuis blijf. Wij gaan zometeen lekker koffie maken. Van mijn nieuwe koffie, van ons nieuwe koffiezetapparaat. Kijken of dit keer wel lukt. En dan gaan we met Liam gewoon even binnenspelen. Sila die is vanochtend gaan trainen, maar komt alweer thuis. En daarna gaat Liam lekker naar bed. Dan ga ik koken. Wellicht dat we in de avond nog eventjes de deur uitgaan, maar dat weet ik niet. Het is vandaag eigenlijk een hele saaie dag. Ja, hele saaie dag. Maar goed, dat heb je ook wel eens, hè? Ik heb een heerlijk receptje gemaakt van kookmutjes met kipfilet, courgette, broccoli en champignons. En natuurlijk een uitje, maar dat is standaard. En ik heb gekozen voor rijst. Op het recept stond dat ik kon kiezen voor rijst of pasta. Wij hebben besloten om eventjes naar buiten te gaan voor een klein uurtje voordat Liam lekker naar bed gaat. Morgen wordt als het goed is zijn eerste kinderdagverblijf. Dag, ja, als ik dat zo kan zeggen. Zijn eerste opvang. Dat lekker gaat spelen. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Maar voor nu even lekker genieten met wat lekkers. En er is ook een wedstrijd op tv, Ronaldo speelt. Dus we dachten, we gaan lekker even hier zitten. Siel was natuurlijk al lang alweer begonnen. Die kan natuurlijk niet wachten. En dan hier nog wat lekkers. En dan is het nu de rust van de wedstrijd. Dan gaan we zo verder kijken. Het is avond, het is al 12 uur. Ik ben zo moe. Liam ligt al een tijdje op bed. Het is al over 12, dus ik ga lekker mezelf klaarmaken voor bed. En dan morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Morgen gaat Liam naar de buitenspeelzaal. Hij gaat morgen naar de buitenspeelzaal. Zijn eerste dag. Het ligt natuurlijk wel aan hoeveel uurtjes die gaat. Hij moet natuurlijk zijn dutje doen en na zijn eerste dutje gaat hij warm eten. En dan breng ik hem pas, zodat ze daar niet zijn eten hoeven op te warmen. Dan hoeft ze daar hem alleen yoghurt te geven met wat banaan en honing. En daarna wat lekkers. En dan haal ik hem weer op. Morgen heeft Sila een wedstrijd. Hij doet nog steeds niet mee. Hij heeft nog steeds een beetje last van zijn blessure. Het gaat steeds beter, gelukkig. Dus hij heeft ervoor gekozen om deze week nog niet te starten. Dus ik zit gezellig weer met hem op de tribune. En ik heb er veel zin in. De eerste keer zonder Lia. Dus wie weet dat wij ook nog in de middag na zijn training nog ergens een drankje kunnen doen. Even quality time met z'n tweetjes is ook wel heel belangrijk. Maar goed, ik ga nu mezelf klaarmaken voor bed. Jullie zien morgen weer.
Het is de volgende dag. Hallo allemaal. Zoals jullie zien heb ik een big smile op mijn face. En dat is niet voor niks. Want ik heb dus mijn haar geknipt. En ik had jullie verteld dat ik het daarna zou laten zien als ik het gedaan heb. En wat vinden jullie? Vinden jullie het leuk of vinden jullie het niet leuk? Ik zelf vind het wel heel erg leuk. Het is volumieuzer. Dat is wat ik wou. En ja, het zit gewoon een stukje beter allemaal. Ik ben er echt super blij mee. Oh, scherp. Ja, daar ben ik weer. Dus ik ben er super blij mee met hoe ze het geknipt heeft. Het is nog steeds best lang. Dus helemaal happy. Wij zitten in een auto. Wij gaan Liam afzetten bij de kinderdagverblijf. Hij gaat daar ongeveer 2,5 uur zitten. Lekker spelen en dan haal ik hem op. En daarna gaan Sila en ik, als wij hem hebben afgezet, naar de wedstrijd. Want er is vanavond dus weer een wedstrijd. En Sila en ik gaan samen gaan kijken. En dan in de rust ga ik Liam ophalen. Want om 9:30 sluit de kinderdagverblijf. En rond 9 uur is de rust van de wedstrijd. Dan is de eerste helft voorbij. Dus dan ga ik gauw Liam ophalen. En dat misschien een half uur kijken. Dus dat. Ik neem jullie mee. Ik heb Liam weer opgehaald van de kinderdagverblijf. Ik zal jullie straks even vertellen hoe het is gegaan. Ik ben weer thuis. Ik zit op de bank. We hebben Liam net in bed gestopt. Nou, ik had hem dus naar de kinderdagverblijf gebracht. En ik zat op kantoor bij de manager. Ik was met haar even in gesprek over de dagen en hoe en wat. En toen was ik klaar. En toen wilde ik even kijken wat Liam aan het doen was. Dus ze hebben zeg maar een deur en ook een ruit. Dus je kan gewoon kijken wat daar binnen gebeurt. Opeens hoorde ik iemand huilen. Best hard. Dus ik dacht, oh nee, dat is Liam. En ja, hij was dus echt aan het huilen. Dus ik had gewoon die deur opengemaakt, hem opgetild, hem rustig gekregen. Bleek dus dat hij ook een volle luier had. Hij had gepoept, dus ik heb zijn luier verschoond. Toen heb ik hem zijn flesje water gegeven. Toevallig had de juffrouw tv aangezet met liedjes. En toen werd hij daar een beetje van afgeleid. En toen ben ik weggegaan. Want ik had hem eerst afgezet. Toen ben ik op kantoor gaan zitten. Tegen Liam, oké, doei Liam, mama gaat weg. Kreeg mama een kus. Hij wilde mij niet eens een kus geven. Dus ik dacht, oh, is dit wel goed. Na het gesprek ging ik luisteren. Toen was hij dus aan het huilen. Maar goed, toen heb ik hem dus een flesje water gegeven. En juffrouw had dus tv aangezet. Toen ging hij rustig kijken, lachen. Hij herkende wat diertjes. Toen ben ik weggegaan. En toen ik thuis kwam, vroeg ik aan de manager. Ik had haar een appje gestuurd hoe het nu ging met Liam. Of hij rustig aan het spelen was. Zij zei dat hij niet aan het huilen was. Eigenlijk niet meer had gehuild. En dat hij lekker aan het spelen was. En toen stuurde ze me niet veel later een video dat hij aan het eten was. Want ik had hem yoghurt meegegeven. Dus dat was heel positief en heel fijn. En toen ben ik zijn we met gerust hart naar de wedstrijd gegaan. En dan in de eerste helft, tenminste na de eerste helft, in de rust heb ik hem opgehaald. En ze zei dat hij lekker gespeeld heeft. En niet echt mee heeft gehuild. Alleen dat hij moest huilen. Omdat ze naar binnen gingen. Want ze hadden buiten gespeeld. Vond ik natuurlijk superleuk. Op het moment dat ze naar binnen gingen, omdat het al laat was. De kinderen werden opgehaald. Werd hij dus verdrietig. Want toen ik binnenkwam had hij ook wat tranenogen. En toen hij mij zag moest hij weer huilen. Dus ja, Liam kan niet praten. Dus het is best wel lastig. Maar ik heb wel op zich een goed gevoel over. Ik heb ook met Sila overlegd. We brengen hem deze week gewoon nog een keer. En als hij het echt niet leuk vond, dan zou hij meteen wel weer gaan huilen. Zo'n pientekindje is dat wel, dat hij het herkent. Dus dat. En nu ben ik weer thuis. Nu zijn wij weer thuis. Sila is daar op de stoel een wedstrijd aan het kijken via de laptop. En ik zit lekker op de bank. Ik ga me lekker klaarmaken. En dan ga ik lekker slapen. Het is al 11:45. Ik zie jullie morgen weer. Een goede dag. Ik sta in mijn badkamer. Ik heb mezelf klaargemaakt. Zoals jullie zien, ik heb een heel leuke zwarte jurkje aan van de H&M. Die heb ik, wanneer heb ik die gekocht? Sowieso in 2024, maar wanneer precies weet ik niet meer. Ik heb mijn haar in een knotje gedaan. Een beetje een scheef knotje. Mijn haren los
En ik vind het zo leuk nu een pony, een soort pony. Dus dan kan ik lekker dit doen. Ja, ik heb me klaargemaakt voor de dag. Ik ga nu nog niet heel veel doen. Vanavond gaan we wel lekker naar buiten toe. Want Sila voelt zich steeds een stukje beter. Tenminste, het gaat goed met hem, maar met zijn blessure bedoel ik. Als het goed is, traint hij vandaag weer mee met het team. En dan gaat hij morgen meereizen. Dat betekent dat hij zaterdag of zondag niet thuis slaapt. En dan is hij zondag heel erg laat thuis. Ik denk midden in de nacht. Dus we dachten, we gaan nu nog buiten even een drankje doen. Voordat hij morgen waarschijnlijk, kans is groot, mee gaat reizen naar de uitwedstrijd. Dus dat is vanavond. En nu ga ik gewoon lekker een beetje het huis opruimen. Lekker met Liam spelen. En met de drietjes. En dan gaat Liam weer een dutje doen. Nou, jullie kennen het wel. En dan gaat Sila trainen. Ik val in herhaling. Ze zijn weer vandaag het zwembad aan het vullen. Ze hebben hem helemaal geleegd. En vandaag dan weer... Gisteravond hebben ze hem geleegd. En nu dan weer zijn ze weer aan het vullen. En het komt dus omdat er dus op afgelopen dagen best wel veel wind was. En wind met best wel veel zand. En dat komt gewoon allemaal dan hier in onze zwembad. Dus het water was wat donkerder geworden. En nu zien jullie weer dat hij heel mooi blauw is. Als het goed is zijn ze over een uur of zo ongeveer weer helemaal klaar. En dan is het zwembad weer helemaal gevuld. Ook hier. Dan is het ook helemaal gevuld. Kunnen we morgen weer even gaan zwemmen. Ja, dat wilde ik even met jullie delen. Want ik wilde vandaag heel graag zwemmen. Omdat ik weer 10 baantjes wilde trekken. Maar dat kon dus helaas niet. Dus ik heb het verplaatst naar morgen. De avond is gevallen. Sila komt net thuis van training. Hij weet nog steeds niet of hij morgen mee reist. Hoort hij pas morgen. Maar ik wilde even laten zien dat de zwembad alweer gevuld is. Super fijn. Wat ziet het weer heel mooi schoon eruit. En ze hebben ook even een fonteintje aangezet. Ik ga me nu dus even alleen mijn schoenen aantrekken. Liam's tas klaarmaken. En dan gaan we lekker naar buiten toe. Wij gaan lekker eten. Ik heb een tortilla met kip en wat frietjes. En Sila heeft een burger. Maar goed, die is natuurlijk alweer begonnen. Can't wait. En dit zijn onze drankjes. En wij zijn weer thuis. We hebben heerlijk wat kleins gegeten. In het restaurantje waar we vaker zijn geweest. Ik ga me nu lekker klaarmaken voor bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede dag. Het is de volgende dag. Ik ben even naar buiten gelopen om even te gaan zwemmen. Ik ga even baantjes trekken. 10 in totaal. En ik ga weer squatten. Ik wilde eigenlijk daarna even gaan zonnen, maar de zon is helaas net weg. Jullie zien het hier nog wel. Jullie zien ook de schaduw. Dus dat is balen. Kan ik net niet meer zonnen. Ja, mits ik hier in deze hoek ga zitten. Als ik daar in die hoek ga zitten, dan word ik bruin. Maar verder zie je overal een schaduw. Dat is balen. Maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker afkoelen in het water. Ik heb mijn handdoekje al mee. En ik ga er helemaal voor. Vandaag ga ik pasta maken met cheddar cheese. Ik gebruik courgette, champignons. Deze waren al gesneden en ik heb nog een extra pakje bij. En Jane chillt hem hier lekker op de bank of op de stoel. En ik gebruik lekker rode ui in plaats van geel, omdat ik dat lekkerder vind. Ik praat er wat zachtjes om. Lia ligt op bed. En Sila die is de deur uit, want die heeft een uitwedstrijd. Dus die heeft training. Dan gaat hij met de bus reizen en dan blijft hij overnachten. Dan heeft hij morgenavond een wedstrijd en dan komt hij heel laat naar huis. Dus ik ga lekker voor 2 dagen koken, alleen voor mij en voor Liam. De kip en de groenten lekker aan het koken. Liam is lekker televisie aan het kijken, lekker aan het Netflixen. De pasta was klaar en het sausje ook. Ik heb daar ongeklopte slagroom en crème fraîche aan toegevoegd en gezeten tomatensaus. Dat heb ik allemaal gemengd en daarna pas, wanneer het sausje helemaal klaar was, heb ik pas de pasta er doorheen geroerd. Die heb ik even 2 minuten nog op het vuur laten staan en nu is het helemaal klaar. Nu laat ik het even klein 10 minuutjes even lekker intrekken en dan gaan wij lekker eten. Een goeiemorgen, het is de volgende dag. Ik praat wat zachter omdat Liam lekker ligt te slapen. Het is zo heerlijk om de dag te beginnen, zo lekker bij het raam. Bij de zon, in de zon, bij het zwembad. Ik ga rustig mijn dag beginnen en ik wacht tot Liam wakker wordt. Dan gaan we lekker samen ontbijten, samen spelen. En dan ga ik vanmiddag, als hij op bed ligt, lekker zwemmen.
En zonnen, dat had ik beloofd aan mezelf om vandaag minimaal 20 minuten te gaan zonnen. Dus ik kan niet wachten tot vanmiddag. Ja, verder hebben we gewoon echt een rustige dag. Ik ga niet veel doen vandaag. Wellicht nog wel even naar een speelhal waar Liam even kan spelen vandaag. En dan vanavond is de wedstrijd die ik op tv ga kijken, want het is een uitwedstrijd. Nou, ik... Ja, die ramen zijn echt vies. Wij hebben trouwens schoonmakers, die komen één keer per week. En vandaag komen ze weer. Ik ga even vragen of ze de ramen willen poetsen, want het is heel vies. We hebben daar buiten een tafeltje gezet. Omdat we zoveel tafels in huis hadden, dachten we bij het zwembad is het ook wel fijn om daar een tafeltje te hebben. Maar goed, dat dus. Wij zitten aan tafel. Ik heb voor Liam warme cornflakes gemaakt. Dat vindt hij echt super lekker met een beetje kaneel en honing. En zo'n kopje thee natuurlijk. En hij zit hier. Krijg hij? Ja, wil je nog een hapje? Ik krijg. Ja. Goh. En wat heb je een leuke pyjama aan? Kijk, poes. Je poes een pyjama. Leuk hè? Ik denk dat hij wel weer een hapje wil.